De nieuwe wereld heeft afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. En we hebben nog grote plannen voor de toekomst. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en evenementen. Schrijf je dus in voor onze nieuwsbrief en mail naar contact@denieuwewereld.tv. Wij hebben er zin in. En we gaan lekker door, hè? Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is er weer een vertrouwde gast. Macro-econoom en BNR-economiecommentator Kees de Kort. Ja, Kees. Goedemiddag, Ad. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Goede vakantie gehad, hoop ik. Ja, je weet, ik ben niet zo van de vakantie. Nee, dat dacht ik al. Te veel in de wereld om een paar weken weg te kunnen. Je moet dingen bijhouden. Zeker anno 2020. Je hebt het allemaal bijgehouden. En jij bent natuurlijk ook in een opperbeste stemming, want het derde en vierde kwartaal, die cijfers, die worden natuurlijk geweldig, hè? Ik snap waar het vandaan komt. Die grote organisaties die werken met modellen. En uit model komt dit getal. En nou is dus de vraag, zijn die modellen een beetje realistisch? Kijk, een model over de economie, dat gaat een beetje met een klein beetje beter, een klein beetje slechter. Daar kan een model mee omgaan. Maar ik denk dat de modellen niet zijn toegerust op de dingen die nu gebeurd zijn. De schok in het systeem, de schok in de economie zijn zo groot geweest. En dat wat er gebeurd is, kun je gewoon meten. Maar wat er gaat gebeuren, daar kan zo'n model niet mee omgaan. Weet je wel, lockdowns. 1,5 meter economie, steunoperaties, groot deel van het publiek dat bangig is en niet meer besteedt, bewegingsbeperkingen en de consequenties daarvan, dat zit gewoon niet in de modellen die gebruikt worden. Dus ik denk dat ze echt extreem veel te optimistisch zijn. Ja, dus je zegt eigenlijk op dit moment gewoon, er worden er verwachtingen uitgesproken die gebaseerd zijn op een normaal toestand, waarbij men onvoldoende zich eigenlijk realiseert dat we hier te maken hebben met een systemische Het punt is, men realiseert ze dat wel, hè, want die modellenmakers zijn natuurlijk niet dom, hè. Die begrijpen dat ook wel. Alleen, dit komt eruit rollen in het model. Ja, en als je allerlei dingen er niet instopt, kunnen ze er ook niet uitkomen. Dus al die uitspraken, al die modeluitkomsten worden ook met stukken. Ja, nee, dit is heel onzeker. Hij neemt al 100 slagen om de arm van dat het niet gaat gebeuren. En dat gaat ook niet gebeuren. Heb jij op dit moment, hè, want ik weet dat jij neemt al die cijfers door, hè, dat je toch een soort van patronen ziet en je zegt van, hé, maar kijk, dit valt op. Ja, dat valt op. Wat je natuurlijk zag, hè, we weten nu wat een lockdown doet, economisch, dat is desastreus. Hoe harder, hoe desastreuzer. Ja, dat is ook echt, dat is ook heel helder. Ja, dat kun je wel zien hoor. Engeland, die hebben het hard gedaan. Desastreus, Spanje en Italië. Wij zijn veel rustiger, veel, veel kleiner aangegaan. Dus dat scheelt al. En, het is natuurlijk een combinatie met hoe hard is de lockdown? Hoe lang heeft het geduurd? En hoeveel steunmaatregelen hebben we op de economie losgelaten? Dus die mix van drie factoren maakt wat er gebeurd is. Nou ja, die lockdown, dus de cijfers over het tweede kwartaal. Lockdown, een beetje openleggen en steunmaatregelen. Dus je ziet ook echt wel dat er weer een herstel aan het optreden is. Dat kan natuurlijk niet anders, hè, want april was helemaal gruwelijk. De vraag is nu, dat is nu waar jij over duidt, zet dat herstel door of zwakt het af? Nou, ik denk dat het afzwakt. En daar wijst ook alles op. Hè. Dat weer openleggen van de economie plus die steunmaatregelen hebben wel een positief effect gehad. Maar de economie kan niet op eigen benen staan. Dat is logisch, want die 1,5 meter economie, we zijn een beetje open. Grote groepen mensen zijn voorzichtig en bang gemaakt. En wat je natuurlijk ook nu ziet gebeuren, is dat mensen realiseert van ja, die werkgelegenheid, hè, met allerlei maatregelen wordt die werkgelegenheid ondersteund. Maar er zijn toch mensen te kijken, nu wordt mijn baan nog ondersteund, maar blijft dat zo? En allerlei ZZP'ers en freelancers, die werken wel, maar hebben geen werk. Hè. Dus die arbeidsmarkt, dat maakt mensen ook zorgen. Het optelsom van, kunnen we blijven steunen? Arbeidsmarkt, onzekerheid en 1,5 meter economie, die maakt dat herstel dat vertraagt alweer. En dat gaat natuurlijk ook door, want hoe lang kunnen we blijven steunen? Nou, voorlopig nog even wel. Maar die onzekerheid en die twijfel bij grote delen van het publiek en bij het bedrijfsleven, die blijft er ook, hè? Want dat coronaverhaal blijft ook leven. Ja. Besmettingen, code rood, code blauw, opletten, mondkapjes, dat maakt mensen voorzichtig. Ja. We komen er zo nog op terug, maar mijn vraag was even van uit welke cijfers kun je nou eigenlijk ook al opmaken dat we niet in een situatie zitten van een V-vormig
herstel. Ik moet bijvoorbeeld denken aan auto's. Maar je moet een beetje de leading indicators van OECD. Ja. Dat is deze week bekend geworden. Die geven ook al aan. Het herstel vertraagt. De inkoopmensen uit de industrie, inkoopmensen uit de dienstverlening, dat zijn allemaal cijfers die eind augustus bekend zijn geworden. Ja, die zijn alweer een stuk minder optimistisch dan een maand of wat geleden. Ja, de arbeidsmarktcijfers, dat zijn echt leading indicators. Daar is het enthousiasme aan het verdwijnen. Maar het belangrijkste is, wat ik al zei, dat coronaverhaal blijft erboven hangen. De steunmaatregelen worden steeds meer over gediscussieerd. En meer mensen gaan zich realiseren wat er aan de hand is, wat het voor hun betekent. We hebben het al vaker over gehad. Kijk, als je bij de overheid zit, in de zorg of het onderwijs, is de 25 de komende centjes binnen. Deze mensen weten echt niet waar je over praten. Maar zit je in het particuliere bedrijfsleven, ben je ZZP'er of freelancer, dan ziet jouw wereld heel anders uit. En daar ga jij naar handelen. Je gaat niet doen wat je deed, want je denkt van, nou, we moeten ons even opletten. Dus die vraag, die valt weg. Die wordt een beetje gecompenseerd door steunmaatregelen, maar totaal niet voldoende om er terug naar af te komen. Ja. Dus in feite wijs je natuurlijk ook op gedragsverandering. Die ook mede als gevolg eigenlijk van die lockdowns is opgetreden. Maar die ook doordat men nog steeds ook over de mogelijke gevaren spreekt, eigenlijk in stand wordt gehouden en wordt gestimuleerd. Ja. Daar horen natuurlijk een aantal acties bij. Dus je zegt dat mensen zullen meer gaan sparen. Ze zullen geen grote uitgaven doen of die wat meer uitstellen. Misschien vinden ze het nog wel leuk om een... Het punt is, de macro-economie gaat over ons allemaal. Ja. En dus er is echt wel een behoorlijke groep die denkt van, nou jongens, who cares, het maakt mij niks uit, met mij gaat het goed. Maar de economie draait op iedereen. Ja. Dus op het moment dat de groep groter wordt die een tandje terugzet, die het rustiger aan doet, die meer gaat sparen of die geen geld meer hebben, dat is macro-economisch een dikke min. En dan krijg je die spiraal omlaag. Omdat er een dikke min ontstaat, gaat een bedrijf failliet. En elk faillissement, daar hebben we het eerder over gehad, over ketens. En elk faillissement levert weer meer problemen op. Hè. Dus die spiraal omlaag, die is op gang gekomen. Het ene probleem leidt tot een volgend probleem. Niet voor iedereen, hè, maar voor een steeds grotere groep mensen. Nou lijkt de overheid eigenlijk door die steunmaatregelen, in ieder geval voor een substantieel aantal bedrijven, door die zo op te rekken, lijkt een soort tijd te hebben gekocht. Ja, tuurlijk. Maar hoe kijk jij nou aan? Want dat is een jaar, dat is toch een behoorlijke termijn. Met daarbij de hoop van, nou, dan komt er dus een vaccin. Nou, dat... Hoe twijfelachtig dat ook is, hè? Maar dat is het verhaal op dit moment. Hè? Ja. Ergens in het voorjaar, dat is dan de hoop. Ja. Maar hoe zie jij dat traject? Even naar wat je op dit moment ziet. Ja, die bedrijven, alles is misschien en nog meer misschien. Dus niemand neemt besluiten. Er wordt geen geld meer geïnvesteerd. We zitten alleen maar te kijken. Ja, wachten, dat is één, dat is nog tot daartoe. Maar die bedrijven zitten tot elkaar. Ja, mocht het een beetje tegenvallen, wij moeten van mensen af. Dus nou beginnen de ontslagrondes. En de faillissementen beginnen natuurlijk ook. Want ik kan wel zeggen, anderhalve meter economie. Je leest nu steeds meer verhalen aan de kant over organisaties die gaan zeggen, jongens, wij blijven wel bestaan, maar niet met een aantal mensen. Dus dat drukt ook weer het sentiment. Nee, en dat maakt voor andere mensen duidelijker. Jongens, het wordt moeilijker. Dus... Ik denk ook inderdaad, ik ga de laatste tijd gewoon weer naar de bioscoop. Dat doe ik graag, af en toe een goede film kijken. Maar je denkt wel van, hoe moeten ze dit in godsnaam eruit halen? Nee, dus, weet je, dat is mijn punt. Dat was al eerder. Die anderhalve meter economie, het lijkt net of het open gaat. Maar het kan economisch niet uit. Voor heel veel organisaties. Hè. Toerisme, evenementen, cultuur... Ja, daar komen die ontslagrondes ook vandaan. En dat heeft weer een effect op het sentiment van het publiek. Dus iedereen wordt voorzichtiger. En de overheid doet er ook niks aan om het vertrouwen terug te brengen. Want nee, die gewoon een schepje bovenop. Van ja, corona misschien wel, tweede golf, besmettingen. Ja, dan wordt niet iedereen, wat ik net al zei, maar als maar genoeg mensen iets voorzichtiger worden, ja, dan gaat het economisch minder. Dan gaan ook bedrijven die nog nu, het is altijd de marginale speler. Bedrijven die nu nog net wel volhouden, gaan het binnenkort net niet volhouden. Weet je, dat is die spiraal omlaag. Hè? Dat het ene probleem het andere probleem oproept. Ja. En dat kun je niet blijven compenseren. Je zei zo even al, er is natuurlijk een groep die redelijk gevrijwaard blijft, vooralsnog. Ja. Je kunt je ook al voorstellen dat op een bepaald moment natuurlijk ook in de publieke sector bezuinigd gaat worden. Maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Dus die pijn wordt daar niet meteen gevoeld. Ik denk toch, we zijn de vorige keer mee geëindigd, van één groep... is op dit moment eigenlijk nog vrij stil.
maar wordt toch heel evident zwaar getroffen door de huidige crisis. Dat zijn de jongeren. Ja, en wat mij ontzaglijk intrigeert, dat die dat maar over zich heen laten komen. Ja. Ja, een economische crisis is nooit goed voor jongeren. Ja, dat is duidelijk. Dat is natuurlijk duidelijk. Dat zag je eigenlijk ook bij de kredietcrisis. Hè? Ook in Zuid-Europa, 50% werkloos. Ja, en we hebben ook al eerder een crisis gehad. Maar die arbeidsmarkt, dat is als het ware het begin van de rest van je leven. Ja. Die staat ook zwaar. Er worden echt weinig mensen. Maar kijk, als je iets kunt wat niemand kan, hoef je geen zorgen te maken. Als je een IT-deskundig bent, dan staan ze voor je in de rij. Ja. Dat is allemaal duidelijk. Hè? Als je rijke ouders hebt, dan kom je ook weer aan de bak. Maar van hele grote groepen is dat niet zo. Er worden geen mensen meer aangenomen. Dat gaat er een tijdje duren. Want het vertrouwen, kijk, en dat is met die modellen. Die gaan uit dat vertrouwen een beetje beter wordt, een beetje slechter wordt. Maar nou heeft vertrouwen echt een dreun gekregen. We zitten toch met elkaar in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is niet zomaar weg. En mensen zijn bang en voorzichtig gemaakt. Je gaat niet lekker meer mensen aannemen. Kijk, ik heb nog gewerkt in de tijd dat mijn baas zei, nou, laten we wel een paar mensen aannemen, of geef ze een contract van een jaar, dan kijken we wel, misschien is het wel wat. Het gaat gewoon niet meer gebeuren, voorlopig. Dus het toekomstperspectief van een hele grote groep mensen, dat wordt verslechterd per dag natuurlijk. En hoe gaan we daarmee om? Dan heb je ook de huizenmarkt, huur en huizen, komt er ook nog bij. Door dat monetaire beleid is natuurlijk geld is gratis. Dus als je geld hebt, kun je aan meer geld komen. Dus die huizenprijzen en de huren zijn ongelooflijk gestegen. Dus er zijn ook heel veel jongeren die bij paps en mams. Daar heb je natuurlijk al jaren over. Hè? Dus dat, laten we zeggen, de prijs van goedkoop geld onder andere is de toenemende ongelijkheid. Als we nou eens even vanuit dat perspectief kijken naar wat zich nu voltrekt. Ja, die exploderen natuurlijk. Ja? Ja, internationaal. Ja, als je geld hebt, word je rijker. Ja, maar de beurzen doen nog steeds keigoed. Ja. We zien dus inderdaad dat de overheden geld in het systeem blijven pompen. Ja, als je geld hebt, word je rijker. En als je geen geld hebt, dan verlies je al overal terrein. En dus we kunnen maar als maatschappij accepteren dat we ongelijkheid goed vinden. Maar het is heel lang een thema geweest dat niet zo'n goed idee was. Dat is ook wel grappig, want die Piketty, die dat boek Kapitaal, ik vind het in bepaalde opzichten ook helemaal geen goed boek. Maar goed, hij heeft het wel geadresseerd, hè? Dus dat thema van die vermogensongelijkheid. Ik denk dat het thema wel heel relevant is. Maar die zegt eigenlijk, er zijn twee gelijkmakers in de geschiedenis. Hij zegt dat, dus waardoor je dus voorkomt dat die enorme vermogensongelijkheid eigenlijk groeit. En er zijn er twee. De eerste is oorlog. De tweede is, ja, daar zullen we maar niet op hopen, hè? Maar de tweede is eigenlijk een crisis. Dus hij zegt, wat je in een hele heftige crisis kunt zien, als we die crisis toelaten. Maar er is al een crisis, alleen die crisis is in de reële sfeer, niet in de financiële sfeer. Maar dat is natuurlijk fascinerend. Hè? Ja. Dus hij zegt ook 2930 was eigenlijk, het ziet eruit vreselijk uit, dat is natuurlijk ook evident. Maar het heeft wel ook toch ook gezorgd voor het fascinerende is natuurlijk wel dat de monetaire autoriteiten, wat ze hebben weten te voorkomen, is dat er een financiële crisis ontstaat. Ja. Er is een economische crisis, dat is volkomen duidelijk. Alleen in de financiële sfeer zien we dat totaal niet. Hè. Dus mensen met bezittingen, misschien hebben ze zelf geen werk meer, dat kan. Misschien hebben ze hun kinderen geen werk, dat kan. Maar hun bezit, dus de kloof tussen de economische realiteit en de financiële realiteit, is echt onwaarschijnlijk groot. En er gebeurt helemaal niks om dat terug te brengen. Hè. We proberen nou de financiële realiteit, de verdere verzwakking, tegen te gaan. Het is niet zo dat het van herstel is gesproken, want je kunt de economie niet omhoog trekken. Je kunt even de daling onder controle houden. Daarna moet het echt van het publiek komen en de bedrijven. Dat is niet aan het gebeuren. In de financiële wereld dansen elke dag de Polonaise. Ja. Ja. Ja, het is eigenlijk heel merkwaardig als je gewoon kijkt naar de ontwikkelingen in de 21ste decennium. Ja. Decennium, 21ste eeuw. In 2008 hadden we eigenlijk een financiële crisis, hè? En niet zo'n kleintje ook. Ja. Met een reële economie die zich daar redelijk goed onder heeft gehouden. Ja. Natuurlijk, even wat effect gehad. Maar nu zitten we eigenlijk in de omgekeerde wereld. We hebben een enorme crisis in de reële economie. En de financiële wereld die daar op geen enkele manier... Geen enkele manier? Nee. Nee.
Tot nu toe. Maar, nee, wat, nou ja, en dat is mijn punt, de monetaire autoriteit. Maar hoe lang gaat dat spel? Het lijkt een soort loskoppeling te zijn tussen die beiden. Ja, dat is een lang geen probleem. Dat was al vanaf 2008 eigenlijk gaande. Ja, maar wat je nou ziet, is dat de bijvangst van het financiële beleid, pensioenproblemen in de reële sfeer, ongelijkheid, spaar heeft geen zin meer. Weet je, dus de bijvangst van het monetaire beleid is dat in de reële sfeer mensen in problemen komen. Ja. Ook dat nog. Hè? Dus het is positief voor de mensen met bezittingen. En het is ook nog eens heel negatief voor degenen die dat niet hebben. Ja, en dan kom je eigenlijk... En daar komt die ongelijkheid, die is daarmee begonnen. En dan kom je natuurlijk eigenlijk op een hele fundamentele sociale problematiek. Hè, die je in Frankrijk ziet met de gele hesjes. In Amerika met, nou ja, sowieso een enorme tweespalt binnen de bevolking. Maar zelfs het verzet van de Trump-aanhang is voor een deel ook tegen... Wall Street geweest, destijds al. Occupy Wall Street. Maar de vraag is, als we gewoon kijken naar de traject waar we op zitten, maak jij je dan zorgen over, laten we zeggen, die sociale cohesie in Europa? Wordt dit een factor, denk je? Nou ja, kijk, voorlopig wordt het allemaal nog afgekocht. Ja. Dat is het verschil tussen de 30 jaar en wat we nu hebben. We hebben nu de verzorgingsstaat. Ja. De vraag is dan, hoe lang kan dat blijven duren? Hoe lang kunnen wij, want de problemen zijn al veel, wat de coronacrisis heeft als het ware de kwetsbaarheid van het systeem blootgelegd. Maar we hebben dan tegelijkertijd eigenlijk met het vraagstuk van gezag en autoriteit. Dus een deel van de, je zou kunnen zeggen, de politieke gezondheid of kracht van een land bestaat erin dat je je leiding vertrouwt. Dat je daar een zekere... dus dat je denkt van nou, ze nemen moeilijke beslissingen, maar ik ga erin mee. Hoe kijk je nu aan tegen wat... Dat perspectief. Wat corona ook voor gezorgd heeft, is natuurlijk dat we steeds meer gaan twijfelen aan de autoriteit van het gezag. Nou ja, jij in ieder geval wel. Ik zal mezelf niet uit dat... Kijk, mensen zijn gewoon niet dom natuurlijk. Altijd is heel simpel. Wat jij mag, mag ik ook. En wat ik niet mag, mag jij ook niet. Dat zit er bij iedereen gewoon heel dik in. Dat begrijpen we allemaal. Zo wordt er ook naar beleid gekeken. Er wordt ook een hele rare maatregel genomen die niemand begrijpt. En dat ondermijnt het gezag. Zeker in die coronasfeer, er zijn allemaal maatregelen genomen. Dat slaat helemaal nergens op. Daarmee maak je zelf, dan ondermijn je eigen geloofwaardigheid. En als jij op terrein A steeds minder geloofwaardig bent, ja, dan gaan mensen toch denken van terrein B, terrein C, terrein D. Nou, zijn weten ze dan ook wel. Dus ik denk dat de overheid op dit moment zichzelf geen plezier aan het doen is door alleen maar aan die corona, aan dat corona, wat we al vaker over gehad hebben, het is nog steeds zorg, zorg, zorg en de rest, dat zien we wel. En in die zorg ook hele rare maatregelen die niemand begrijpt. Tenminste, die heel veel mensen niet begrijpen. Denk jij dat mensen op dit moment overzien? En je zegt van nou, ze voelen wel nattigheid en daardoor zie je verandering in bestedingspatronen en gedragsverandering. Denk jij dat op dit moment mensen overzien wat de economische schade is? Nee. Van... Nee. Nee? Nee, maar je reageert ook op je eigen situatie. Jij denkt, nou, mijn baan staat op de tocht, ik word voorzichtiger. Of mijn kind moet dit, ik let een beetje op. Nou, ze denken ook, Rutte, de overheid heeft diepe zakken. Dus de sympathie voor is nog steeds, of het vertrouwen dat de overheid ons financieel tegemoet gaat komen, is toch wel vrij groot. Dat is de idee natuurlijk. Give me the money. En de vraag hoe lang dat kan blijven duren. Maar ondertussen heb je natuurlijk ook de maatschappelijke bewustwording. Hè? Dus je hebt je eigen financiële situatie en het idee van, nou, het ziet er niet goed uit, maar ik ga financieel geholpen worden. Maar dan heb je ook nog de maatschappelijke problemen. Hè? En dat begint ook, dat is natuurlijk het corona-verhaal. En dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet, zo moet dit moet en dat moet. En dat heeft natuurlijk niet zoveel effect op je bestedingspatroon, niet wel op de economie, maar wel op de geloofwaardigheid van de overheid. Ja, dan helpt natuurlijk zo'n actie van Vert Grappenhuis natuurlijk ook niet echt mee. Maar dat is dat, weet je wel. Ja. Ja. En het is allemaal nog tot daar aan toe dat hij het gedaan heeft. Maar hij heeft jou, hè? Ik ken mensen die naar mijn trouwerij zijn geweest met 6 mensen. Ja. Oké, dat accepteren we dan, hè. Dit zijn de maatregelen. Maar degene die ze uitvaardigt, die houdt zich er niet aan. Kijk, en dat is de legitimiteit van het gezag.
Daar wordt en dan krijg je een heel klein beetje gedonder, maar komt er ook nog mee weg. Jij krijgt een boete van God weet hoeveel. En dat bedoel ik met wat ik mag, mag jij ook. Wat ik mag, mag. En wat ik niet mag, mag jij ook niet. En wat jij mag, mag ik ook. Dat zijn hele belangrijke mechanismes voor de acceptatie van het gezag. Ja. En tegelijkertijd hoop je natuurlijk dat als jij in problemen komt, dat je geholpen wordt. Dat wel. Ja, en het ligt natuurlijk zelfs rechtsstatelijk ligt het ook wat lastig. Hè? Als we, ik vind zelf ook eigenlijk de opstelling van het parlement ook heel wonderlijk in deze. Die dat dan als een soort buitenkansje zien om te zorgen dat een maatregel wordt teruggedraaid. Ja, een strafblad en dan denk je, jongens, ga je dat nou ook doen wanneer die met alcohol achter het stuur op wordt betrapt? Gaan we dan ook zeggen, nou weet je, dat moet eigenlijk ook... is toch een hele vreemde manier. Tenminste, ik zit ernaar te kijken en ik vind, maar dit is toch eigenlijk vanuit het idee van een rechtsstaat heel wonderlijk dat we hier... Ja natuurlijk. Ja. Kijk, wat je had moeten zeggen, denk ik, is van, ik ben minister van Justitie, ik heb een heleboel taken... waaronder... Maar het is een goede minister, hè? Dat waaronder het rechtvaardigen van het coronabeleid. Ja, nou ja. Ik denk, hè, dat was fout voor mij. Dom. Maar ik doe een heleboel andere dingen. Dus ja, ik voel me niet geroepen om op te stappen. Dat mag je zelf vinden. Maar als het Nederlands parlement vindt dat dit toch zo belangrijk is in mijn totale takenpakket, dan stap ik op. Maar dan gaan we wel rare dingen erbij aan. Met het parlement... Ja, die zijn ook een beetje in de war met dat corona-verhaal natuurlijk. Hè? Die lopen ook een beetje als kippen zonder kop rond. En als er iets is, dan raak ze alle staten. Ja, ik zat te kijken. En je ziet minister De Jong een heel mooi verhaal houden. Dat doet hij ook wel bespraakt. En de ene maatregel weet hij te presenteren na de andere. En op een goed moment wordt hij vraag gesteld. Van ja, maar maken wij ook wel een afweging? Het was wel Segers volgens mij van de ChristenUnie, een meer integrale afweging. Toen zei hij, ja zeker, we maken een afweging. Want we willen namelijk maximaal het virus de kop indrukken met minimale schade aan de economie. En toen dacht ik, ja. En nu komt de vraag, hoe ga je dat doen? De vraag wordt hier nu juist, ja maar oké, maar wat vinden wij daar van waarde? Als jij dit maximaal wil, hoeveel gaat dat inderdaad kosten? Ja. Wat voor vrijheden gaat het inperken? Maar die discussie wordt nog steeds niet gevoerd. Nee, die wordt niet gevoerd. Dat was, waren daar tevreden mee met dat antwoord. Maar dat is van begin eind maart al ons verhaal geweest. We snappen dat de zorg een prioriteit heeft. Want het gaat om mensenlevens en alles wat erbij komt. Ja, zeker. Maar er zijn meer dingen. Want we krijgen nu in de economie, daar gaat het dus minder goed mee. We hebben het al vaker over gehad. Diagnoses niet gesteld in de zorg. Mensen die overlijden. Faillissementen. Sociaal zwakkeren. Ja. Psychologische stress. Zelfmoorden. Ja, dat maakt dat blijkbaar allemaal niet uit. Want het is fascinerend. Er gaan in Nederland per dag 420 mensen dood. Ja, shit happens zat. Als jouw opa en je vader dood. Ja, vervelend voor je. Een coronadode. Dat is pas een echte dode. Ziekenhuis ligt helemaal vol. Geeft niks. Corona ziekenhuis. Dat is pas erg. Dat corona is natuurlijk volledig uit ieder normaal verband getild. En als zolang maar corona is, is heel erg. En de rest doet niet meer de zaken. Dat is de sfeer die ontstaan is. Dus dat, ja, je zou zeggen, ja, een coronadood is net zo dood als een kankerdood. Of een verkeersongeluk dood. Maar dat is in de beleving ontzaggelijk niet zo. Nee, dat is aan 1000 keer erger doden. En dan moeten we ook 1000 keer meer moeite doen om dat te voorkomen. Ja. Inclusief alle consequenties van die. Ja, het raakt bijna ook, en dat merk je ook in de reacties dan omtrent. En ook in steeds, als je had, je moet heel erg opletten wat je zegt, want voor je het weet, ben je een bejaardenmoordenaar. Hè? Nee, zeker. Hè? Zeker, ja. Heb je niks over? Het wordt totaal al volledig uit elk perspectief getrokken. Het lijkt me of één ding is, corona, en de rest, ja, dat weten we allemaal wel, weet je wel. Ja. We zien wel waar schip staat. We zien wat de bijvangst aan het coronabeleid. Ik had het net over de bijvangst van het monetaire beleid. Maar de bijvangst aan het coronabeleid is echt. Dat zijn oneindige aantal nul, oneindige aantal crisis hoor. Voor de bijvangst aan het coronabeleid. Maar goed, we zien dat natuurlijk in verschillende maatschappelijke gebieden. Dus denk aan alle discussies of het nou Black Lives Matter is of de MeToo. En waar overigens best in allemaal een kern van waarheid in kan zitten. Maar op een bepaald moment duiken er woorden en symbolen op. Of het nou Zwarte Piet is of
uitdrukkingen die worden gebezigd, hè, tot wat je niet meer wel en niet mag zeggen. Waarbij die woorden zelf vaak een soort van taboe-lading krijgen. Hè? Dus het is een, alsof je dus aan iets komt wat... Maar niemand durft meer tegen te spreken. Absoluut. Dus als Rutte, een minister, moet dan zeggen van... Wat is dit voor gelul? Weet je? Die moet ook kunnen uitleggen waarom jij dat niet gaat doen... en ook niet met ze in gesprek gaat en het geen verstandig idee vindt. En je hebt toch een verhaal, of niet? Voor alles kun je een verhaal maken. Je kunt zeggen, de zorg heeft prioriteit 1 tot 1000. Dat is een verhaal. Dat kan. Maar je kunt ook zeggen, van, nou, weet je wel, doden, andere mensen. Je kunt ook een paar duizend andere verhalen vertellen in dat verband. Ja. En daar een punt van maken. Ja. En op een gegeven moment, als iemand tegen jou begint, als je demagogie eruit... Nee, u bent demagogisch. Ga in op wat ik vertel. Ga mij nou niet verketteren, want dat is normaal. Je weet onmiddellijk als iemand een slecht verhaal heeft, als iemand geen argumenten heeft, die verbruggen, racist. Ja. Dan heb je gewoon geen verhaal. Als we zo beginnen, heb je geen verhaal als medegesprekspartner. Als jij ook een verhaal hebt, de Rutte vertelt iets en je bent het niet mee eens, maar je hebt een verhaal, dan kan er gewoon een discussie ontstaan. Maar als je begint met kindermoordenaar of oudermoordenaar of racist, dan heb jij gewoon geen verhaal. Je moet gewoon... jouw verhaal vertellen. Ja. En met mensen een discussie durven van waarom jij dit belangrijker vindt. Daar zeg je dan, jongens, dan gaan mensen dood. Maar goed, dat is denk ik sowieso het opvallende gewoon aan deze tijd. Maar zeker ook het debat rond die corona. Dat eigenlijk het gewone gesprek is heel erg lastig. Hè. Je komt ook op een niveau waarin je inderdaad eigenlijk bijna de klassieke religieuze thema's ook van taboe. Hè? Taboe, waarbij taboe ook altijd ook met angst gepaard gaat. Hè? Dus wat gebeurt er wanneer iemand het taboe betreedt? Nou, dus taboe deins je voor terug. Maar leidt ook tot groepsvorming. Hè? Dus wij hebben gedeelde taboes. Ja, en tegelijk, daarbij hoort het verketteren van anderen. Daar hoort de verkettering van anderen bij. Dat is vrij belangrijk natuurlijk. Dus je komt op een gekke manier op vrij tribale uitingen... waarbij je eigenlijk zou zeggen van... nee, ja, de politiek moet juist het vermogen hebben om in die... ja, je zou kunnen zeggen... hele troebele, taboe-achtige situatie... even een stap terug te doen. Nee, maar het is niet echt dat de politiek dat je sterke verhalen hebt, de sterke meningen, sterke opinies en sterke gevoelens. Dat is allemaal volstrekt rechtvaardig, om zelf weten. Maar wij hoeven daar niet in mee te gaan. Nee, wij kunnen gewoon tegenwicht bieden. Ja. Dat zo. Ja. En we kunnen ook zeggen, we accepteren dat u het doet, maar we houden geen rekening mee. Ja. Weet je nog wie Wim Duisenberg is? Hè? Dat een fantastische quote. Ik hoor jullie wel, maar ik luister niet. Ja. Dat zou nou veel meer gezegd moeten worden. Want ik, en dat zeg ik niet zomaar, ik negeer jullie niet, maar ik kan afweging maken, 1, 2, 3, 4. Ja, maar dat is precies wat ik ook bedoel. Deze vier overwegingen maken dat ik jullie wel hoor, maar er geen rekening mee houden. Want ik kan niet met alles en iedereen rekening houden. Ik ben hier de baas, of ik ben een leider, ik heb een bepaalde functie. En ik denk dat deze weg de beste is voor datgene wat mij voor ogen staat. En jullie, ja, soms krijg je gewoon je zin, je hebt je pech, jammer dan. Probeer iets anders. Dat is leiderschap, dat is gewoon niet meebewegen. Ja. Dat is op een gegeven moment zeggen, tot hier en niet verder. Dit is mijn koers, deze argumenten gebruik ik. En jullie zijn het niet eens. Er zijn binnenkort verkiezingen, je kunt een motie van wantrouwen dienen, je doet je best maar. Dit is het. Ja. En dat mis ik overal. Het idee van dat je gewoon erg voor staat en denkt van en met respect voor andere mensen, allemaal prima. Maar dat ook het hele verhaal verteld wordt. Dat je ook zegt van de coronadoden is heel erg. Ja. Maar een kankerdode is net zo dood als een coronadode. En een verkeersdode is ook net zo dood als een coronadode. Dus waarom gaan wij alle ballen op die coronadoden zetten? Met als consequentie wat er allemaal aan het gebeuren is. Met als consequentie de komende doden die aan het komen zijn. Maakt dat allemaal niks uit? En leg dat op tafel. Ja. En als mensen zeggen, nee, corona is het allerbelangrijkste... Dus jij, en accepteer ook de consequenties. Dus jij bent dan nu als verantwoordelijk voor de grootste crisis in Nederland sinds 80. Als je dat accepteert, heb ik er geen moeite mee. Maar dat willen ze ook niet. Hè? Nee, dit mag niet. En er mag ook geen crisis ontstaan. Ja. Kijk, we willen van alles, maar nooit de consequenties accepteren. Ja, maar dan zie je dus ook dat eigenlijk de politieke reactie tot dusver toch wel één is geweest waarbij, je zou kunnen zeggen, in plaats van dat hele verhaal met die waardeafweging. En men vooral
toch eigenlijk Outbreak Management Team een groep deskundigen toch heel belangrijk heeft gemaakt. Onder andere om dat virus, de oorlog daartegen, om die te gaan winnen. Dat heet cover your ass. Ja. Dat is wat er gebeurd is. Ja. Daar zit Rutte denk ik in ieder geval ook wel een beetje aan vast. Zeker na die grote omslag in het begin. Toen ze zelf met die groepsimmuniteit kwamen, maar dat niet vast konden houden, weet je nog. Dat traject zijn we ingegaan. Maar als ik ook naar jouw beroepsgroep kijk, die economen. Ja. Ik hoor ook niet. Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat... Jij schreeuwt het van de daken bij BNR, maar ik hoor jouw beroepsgroep toch niet. En dan wil zeggen, nou, heel zwaar in opstand komen. Van, jongens, dat punt is dat. Dit is de economische ontwikkeling. Ja, ik ben econoom, maar dit is het. Maar je moet aan die mensen vragen, wat vind je daar dan van? Dat wordt niet gevraagd. Nee. Ja, maar meneer Verbrugge, u bent econoom. Van ABN AMRO, wat denkt u dat de economie gaat doen? Nou, dat kan meneer Verbrugge wel uitleggen. Diepe recessie en... binnenkort al een keer herstel. Dat is ook zo. Als je een vraag, wat vind je ervan? Zou jij het ook zo gedaan hebben? Dat is wel een ander verhaal. Dus je kunt... Het punt is, we zitten in allerlei silo's. Hè? Je hebt de virologen silo, de politieke silo, de economische silo. Dus als je lekker in je silootje blijft, dan is er niks aan de hand. Maar wij als samenleving, als Ad Verbrugge en Kees de Kort, die hebben werk... Die moet in de trein zitten. Die hebben ook die nieuwe wereld draaien. Die hebben vaders en moeders, die hebben kinderen. Dus wij kijken horizontaal. Dus op het moment dat jij mensen maar in hun silo laat zitten, dan hoef je niet bang. Dan blijven ze erin hangen. Dat virologenteam, die virologen, prima. Maar die kijken niet naar de economische consequenties, de maatschappelijke consequenties, sociale consequenties. Dat wordt ook ik had een gesprek met Damian Denies. En die zei, eigenlijk... Vroeger zag je op de universiteit eigenlijk meer ook een klimaat waarin mensen zich als intellectueel... En dat betekende dat ze eigenlijk een soort integraal idee hadden van dit is een samenleving, dit vinden we van belang. En die waren ook bereid om op die manier naar buiten te treden. Specialisatie is een hele idee. Specialisatie en deskundigheid. Outbreak Management Team... Sterker nog, je hebt dus ook geen recht van spreken meer. Dat is nu nog zo'n taboe trouwens. Dat heb je natuurlijk wel, maar dat krijg je niet. Ja. Maar dat neem die virologen. He? We hebben ingezet op de tweede golf. Die tweede golf gaat er komen. Maakt niet uit. Want als die niet komt, hoe deskundig ben je dan? Dus we hebben nou heel veel reputatiemanagement. Wij hebben ingezet op ABC. Dat moet dan ook wel gebeuren. En als zolang het niet gebeurt, gaan we roepen dat het gaat gebeuren. En dat soort mechanismes gaat een rol spelen als jij je profileert als deskundigheid, als deskundige, en niemand anders het recht geeft om ook een beetje zijn woord te doen op basis van heel andere argumenten. Ik ben deskundig, ik zeg dat, en op basis van jouw deskundigheid gaan we raar beleid uitvoeren. Dan moet het ook wel gebeuren, want Jaap van Dissel en mevrouw Koopmans heet ze geloof ik, stel je voor dat de tweede golf niet komt. Hoe deskundig is het Outbreak Management Team dan? Dus het reputatierisico speelt nu een belangrijke rol. Maar elke in het beleid. Ja. Wat de economen betreft... Dus die economen, die blijven lekker op hun eigen silootje zitten. Ja, maar meneer Verbrugge, de economie gaat krimpen. Ja, dat staat wel allemaal. Hè. Lockdown. Hè. Dat vraag je en dan krijg je een antwoord. Hè. Wat ik nu ook hoor, is toch echt een theorie die met name de laatste maanden toch steeds meer op de voorgrond treedt. Die staatsschuld, dat is eigenlijk ook helemaal niet zo'n probleem. Dat is ook zo. Hè? Dat kunnen we gewoon laten oplopen. Ja. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Dus ook hier, hè? Ik weet toevallig wel iets van de economie, maar toch, laten we even gewoon zeggen, ik ben een buitenstaander. En dan denk ik, hebben we jaar in, jaar uit, hebben we die verhalen gehoord over bezuinigen en hervormen en besparingen. En nu in één keer... Nee, maar dat is met sport ook. Weet je wel, als je uit positie bent... Omdat je een bepaalde maatregel hebt, moet je weer terug naar je positie. En dat is de achtergrond van het verhaal over die staatsschuld. We zijn uit positie geraakt. We hebben te veel schuld opgebouwd. We moeten terug naar een positie. Dat we weer kunnen ingrijpen in de economie. Dat we daar... Maar de staatsschuld is maar een klein gedeelte van het financiële verhaal. Want Ad Verbrugge, als hij zijn hypotheek niet kan betalen, komt hij in problemen. Want Ad kan geen... Dus mijn punt is, de particuliere sector, daar zitten de problemen in de schuldsituatie. Dus... Ook dit is weer, in essentie is het fake news, want de staatsschuld, dat is een vrij beperkt probleem. Maar het grote probleem is alle particuliere schuld, de bedrijfsschulden. Want als dat bedrijf geen omzet heeft, gaan ze failliet.
En die hebben wel een financieel probleem. Dus als samenleving met staatsschuld hebben we geen probleem. Dus er is ruimte om wat te doen. Maar de hele particuliere sector is wel gevoelig voor datgene wat er in de financiële sfeer gebeurt. Daar hoor je dan niemand over. Maar dat is de kern. Dat is de zwakke positie. De banken. Ja. Ja, en je kunt nou bijvoorbeeld zeggen, nou, wat je nou hoort, ja, betaal geen huur meer. Oké, okay, dus jouw pijnpunt wordt verplaatst naar iemand anders. Hè, want die krijgt geen geld. Dus als jouw huisbaas een hypotheek heeft, ja, dan kan hij zeggen tegen ABN AMRO, ik kan niet betalen. Dan zegt ABN AMRO, prima. Hè, dus het is het verschuiven van de pijn, maar de pijn lost niet op. Die wordt verplaatst. Ja. En als hij terechtkomt bij een partij die er tegen kan, is niks aan de hand. Maar op het moment dat de grote partij heel veel pijn moet opnemen van kleine partijtjes, komt hij ook in problemen. Het is het verschuiven van de pijn naar sterkere partijen. Maar goed, op dit moment heeft natuurlijk de staat een deel van die private pijn gecollectiveerd. Die pijn vooruitgeschoven. Ja, er is niks gecollectiveerd. Ze hebben ervoor gezorgd dat die pijn er nog niet... Die is er wel, maar die manifesteert zich niet. Je kan zeggen dat op dit moment ook door alle steunmaatregelen is voorkomen dat de rekening privaat moet worden betaald. Precies, nog. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Dus wordt het gesocialiseerd. We zetten het gewoon eigenlijk op de rekening van ons allemaal, in dit geval de staat. Maar er is niks opgelost. Nee, dat is mijn punt. Hè? Ja, het is een beetje citeren uit eigen werk. Nee, maar gang, 2009. Ik had een geweldig motto uit de Amerikaanse literatuur. Extend and pretend. Oh, ja. Delay and pray. Precies. En dat zijn we nog steeds aan het doen. Ja. Maar die financiële problemen van die sector. Hè, dit dipje wordt nou gecounterd. Maar als er straks omzetverlies komt, dan komen die bedrijven, kunnen nog steeds elke dag in problemen komen. Die gaan ook in problemen komen als die economie verder wegzakt. Dus wat die overheid kan doen, is de bodem erin leggen, vooruitschuiven, maar er wordt niks opgelost. En dat is hier het verhaal in die financiële sfeer. Maar hoe zou je hier, uit deze cirkel waarin we nu zitten, hoe zou je hier als Nederland nu nog uit kunnen breken? Niet, ja, dat kan, maar dan moet je accepteren wat er aan de hand is. Je zit in Europa, je zit met een euro, je zit met Europees beleid, je zit met Europese regelgeving, je zit met ook al die politici die naar elkaar kijken en ze zeggen, nee, Nederland moet eigenlijk vooral meer uitgeven. Hoe kun je in de situatie waarin we nu zitten deze cirkel doorbreken? Nou ja, het begint gewoon dat je accepteert wat er aan de hand is. Kijk, de economie is cyclisch. De Bijbel is ook wat over gehad, volgens mij. De Bijbelse tijden, goede en slechte tijden. De magere jaren. Er zijn tijden dat we met elkaar... En de jubeljaren. Er zijn tijden dat we met elkaar te positief zijn. Dan doen we domme dingen. En dan moeten we eigenlijk gewoon denken, nou, dat hadden we beter niet kunnen doen. Daar nemen we afscheid van. We nemen ons verlies op die treinen. En we leren van onze fouten. De vooruitgang is gebaseerd op fouten, niet op succes. En dan gaan we verder. Maar wat er de afgelopen jaren gebeurt, dan, we zijn te positief geweest, dan gaat het een beetje mis. Dan gaan we ingrijpen. Alles moet blijven bestaan. Dus we leren niks. Ja. Alle slechte dingen blijven gewoon bestaan. Dat maakt het vooruitschuifproblemen groter worden. Dus het is heel simpel. Als je gewoon accepteert, dan moet je gewoon... Nee, maar Kees, laten we even teruggaan. Ik wil gewoon naar de Nederlandse situatie toe. En wat dit betekent, wat dit verhaal van jou nou eigenlijk zou betekenen. Ja. Dus die negatieve rente, daar kunnen we heel weinig aan doen, want dat is het beleid van de ECB. Dus we hadden misschien al... Ook daar, weet je wel, daar kun je wat aan doen. Je kunt stampij maken, je kunt zeggen ik stap op. Het punt is... Iedereen voegt zich er een beetje naar. Dus je ziet één grote consensus. Ik denk niet dat er consensus is, maar niemand durft... Wordt in ieder geval niet hoog gespeeld. Want ze zijn allemaal bang voor de consequenties. Ja. Nee, want dat stel je voor dat de financiële markten gaan denken dat er twee spalt bestaat in de ECB. Nou, dat is wel gedoe. En tegen iedereen, dat het beleid van de monetaire autoriteit, heeft niks meer te maken met de economie, is de financiële markten te vriend houden. Daar begonnen we eerder mee, die kloof tussen de financiële en economische realiteit. De financiële markten zijn belangrijker voor de ECB dan de economie. En dat noemen we van mij. Want het verhaal is altijd, was geworden in 2012, als het in de financiële markten misgaat, dan heeft dat zo'n effect op de economie dat er een recessie ontstaat. Nou, de recessie is er al.
Maar we houden nog steeds vast aan het feit dat in de financiële markten mag het niet misgaan. Dus we gaan kort. Dus maar als het moment dat de discussie ontstaat, als Klaas Knot zou zeggen van ik stap op het ECB, dan weten we niet meer wat we moeten doen. We gaan skippen zonder kop rondlopen. Dan gaat het mis met de financiële markten. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Hè? Dat mag ook niet. Mag niet misgaan. Hè? Totaal uit de hand gelopen, weten we allemaal. Maar dat mogen we niet zeggen. Hè? Daar mogen we niks aan doen. Dus we zitten in een soort zelfgecreëerd web. We zijn een fuik in gezonden met elkaar. Dat is wat ik bedoel. Ja, want je zit dus in de fuik. En je zit in allerlei internationale instituties. En je hoopt gewoon, hè, dat is mijn verhaal. De maatregelen worden groter, de maatregelen worden gekker. Wat zou Nederland nou überhaupt kunnen doen? Die kunnen de zaak forceren. Ja, en dat moeten ze doen natuurlijk. Want het wordt niet beter. We hebben gewoon te veel te gekken. We leven op maar dat kan, ook. Dat kan ook het einde van de euro betekenen. Ja, zo vaart loopt het allemaal niet hoor. Als het zuiden zegt, we hebben die al die discussie gezien. Als het zuiden zegt van nee, maar we gaan wel bijdrukken. We gaan wel insisteren op die negatieve rente. Want onze staatsschuld. Maar kijk, die zuidelijke die chanteren ons natuurlijk. Die denken de snurf toch niet op aan te laten komen. Dus, nee. Kijk, maar nou, dat is speltheorie had. Ja. Ja, dat is die Italiaanse. Maar jij denkt. De Italiaanse professor is er aan te kijken van nou, hoe ver kunnen we gaan? Nou, Merkel is bang, Macron is bang, Rutte is bang. Nou, dan kunnen we een tijdje doorgaan. Kijk, dit is speltheorie met veel nulheid. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat wel begrepen eigenbelang is dat voor de meeste spelers dat er niet zo heel veel gebeurt. Want de meeste mensen snappen wel dat dit een onhoudbare situatie is. Alleen maar hopen allemaal dat het doorgaat. Hè? Want pijn nemen, dat is altijd vervelend. Je kunt beter hopen, beter hebben inzet op iets meer. Nou ja, ja. Maar goed, we hadden het natuurlijk over de sociale dynamiek. Hè? En de legitimatie van gezag. Je zegt van nou, op dit moment is eigenlijk de politiek onvoldoende in staat om de leiding te nemen. Is iets, nee, dat zijn ze wel, maar ze doen het niet. Nee, nou ja, ze zijn het wel. Nee, maar ze doen het niet. Nee. Dus dat is Dat is wat ik op doel. De VS is gewoon iemand die het gewoon doet. Hè? Tot hier en niet verder. Ik doe wat ik beloof. En dat doet hij ook. Jullie boos? Jammer voor jullie. Over vier jaar zijn weer verkiezingen. Dat is wat het verhaal van Trump. Gewoon, hè? Ik heb een aantal dingen beloofd, die ga ik doen. Daar is heel veel mensen het niet mee eens. Ja, nou jongens, over een paar jaar zijn weer verkiezingen. En je kan het bij maken, dat gaat toch gebeuren. En in Nederland, nou ja, wat zegt de NOS kijkerspanel? Nou, een beetje opletten hoor, dat doen we niet willen met elkaar. Corona, heel belangrijk. Maar daarmee zeg je eigenlijk op dit moment is een verstikkende consensus, waardoor je niet meer doet wat er zou moeten gebeuren. Nou, kijk, wat er moet gebeuren, dat is onderwerp van een politiek debat. Hè? Daar heeft iedereen een verschillend idee over, maar dat is er al niet eens. Hè? Iedereen buigt een beetje voor de publieke opinie. Nee, maar dat viel mij, dat is wat ik zo even zei, ook in het Kamerdebat op. Hè, dat er eigenlijk nauwelijks een hele doorwrochte, gewoon politieke afweiging is van de verschillende belangen en waarden. Maar dat punt is, weet je wel, dat is altijd met heel veel mensen. Die willen van alles, dat vind ik prima. En de consequenties willen ze niet. Elke keuze die je maakt, het maakt niet uit wat je kiest, het heeft consequenties. Dus als jij nou gewoon staat voor de consequenties, is niks aan de hand. Maar niet geen groepen van... Dit wil ik. Dan wil ik het toch maar niet. Dan schiet het er niet op. Dan kun je net zo goed het publiekspanel van NMS in Nederland laten ringen. Nou, dat was precies de reden waarom ik dus dat antwoord. Hè, van maximaal bestrijden van het virus en met een minimale schade aan de economie. Dat is een doel. Maar de vraag is alleen, wat ga je nou doen? Wat heb je ervoor over? En als meer de 76 mensen in de Nederlandse samenleving zeggen, nou, wij hebben 5 miljoen per coronadoden vrouw, of 5 miljard voor mij, dan is dat oké. Ja. Ik ben het er niet mee eens, hè. Jij ook misschien niet, maar dat is een politiek besluit. Ja. Er wordt niet over geld. Geld, weet je wel, geld moeten we niet willen met elkaar. Ja. Geld, weet je, moeten we niet doen. Opa redden, dat is wel belangrijk. Ja, als je in die sfeer terecht bent, dat is toch geen beleid, man? Dat is toch verschrikkelijk? Ja, je zou inderdaad, ik merk nu op die universiteit natuurlijk ook, hè, het is toch vrij gemakkelijk besloten om een heel groot deel van het hoger onderwijs plat te gooien. Ja, studenten zijn er natuurlijk evident mee geschaad. Het nieuwe eerstejaars die binnenkomen. Het onderwijs vindt een speciaal plaats in de hel. Ja. Wat zeg je nou hoor? Ja, het onderwijs vindt een speciaal plaats in de hel. Heel veel. Verklaar je nou? Ja. Ze verschuiven zich achter corona. Ja. Jongeren krijgen het wel, maar hebben er nooit last van. Er zijn geloof ik in Nederland
nul coronadoden. Ja, 1 coronadode onder de 20. Dus ja. Voor de jongerenmarkt is helemaal geen probleem. En blijkbaar werken in het onderwijs alleen maar mensen die 60 plus zijn en problemen hebben. Want daarvan weten we dat die groep kwetsbaar is. Wat dus niet zo is. Jongen, dat slaat er helemaal nergens op. Echt totaal. Nou ja, kijk, in bepaalde gevallen wel. Wat? Maar ook hier geldt, nou, dan moet je gewoon naar de integrale afweging. Dan moet je naar die mensen. Dan moet je kijken, die hebben astma, die zijn behoren tot de risicogroep, weet je die wat. Die gaan lekker thuis zitten. En dat kun je op de universiteit ook doen. Dat zijn het ook. Als je het onderwijs moet geloven, is iedere onderwijsgevende is kwetsbaar of kent minstens 5 kwetsbare mensen. Hebben die mensen dan afgelopen half jaar alleen maar binnen gezeten? Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee, hebben ze helemaal niet. Jongen, dat haalt toch op, man. Ja, nee, maar dit is natuurlijk wel het gevolg van een maatschappelijk debat en een teneur. Waarin inderdaad... Debat. Nou ja, debat. Debat. Wie heeft dan gezegd dat ze moesten beginnen? Debat is dat je een verschil van mening hebt. Nee, dat klopt. Iedereen was het ermee eens. Helemaal gelijk. Dus dat wil zeggen, het maatschappelijke... De maatschappelijke slogans, laat ik het maar zo uitdrukken. De jankertjes kregen hun zin. Ja. En er is niemand die tegen iemand zegt... Dat is natuurlijk niet alleen de mensen binnen het onderwijs voorbehouden. Er wordt gezegd, die jongeren zijn een verhoogde risicogroep... in de zin van dat ze het krijgen. De besmettingen vinden nu ook vooral onder de jongeren plaats. En het onderwijs reageert daar op die manier op. Laat helder zijn, ik vind dat het onderwijs absoluut een verantwoordelijkheid heeft... die verder reikt dan... Alles voor de kinderen, weet je nog wel? Tot begin 2000. Alles voor de kinderen. Ja, leerlingscentraal. Leerlingscentrale. Ja. De afgelopen half jaar is daar echt helemaal niets van gebleven. Is het ik-centraal. Ja. Ik. En dan bedoel ik de docent. Het onderwijs. Erg generaliserend. Ik denk dat het zeker niet voor iedereen geldt. Laat me even uitpraten. Je ziet ook dat bestuurders daar op een bepaalde manier op gereageerd hebben. En die zijn bang voor imagoschade. Heel veel universiteiten hebben bijvoorbeeld gekozen, echt bewust. Ja, omdat niemand de naam wil krijgen van... het is op mijn hogeschool of universiteit, is de corona uitgebroken. Verkeerde afweging. Maar ik denk dat het te simpel is om het op het bord te leggen van de docent alleen. We hadden wel een ander soort gesprek moeten hebben. Er hadden wel andere waarden moeten worden verdedigd. Dat is punt 1. Evident. En hoeveel onderwijsgevenden hebben gewoon opgestaan en gezegd... wat is dit voor gelul? 5? Hoeveel mensen zitten in het onderwijs? Ik heb het hier regelmatig aan de orde gesteld. Interviews in de krant, interviews, helemaal niks. Dat leek net, de indruk wordt gewekt... dat er een breed gedragen kon zijn. Ik denk het ook niet, dat er is. Daar ben ik wel mee eens. Maar ook in het onderwijs durft blijkbaar niemand te zeggen van... waar zijn we nou mee bezig? Het ging om de kinderen, het ging om de jeugd, het ging om de toekomst van Nederland. Dan moeten wij toch ook wel een klein beetje risico kunnen lopen. We hebben afgelopen 6 maanden ook gewoon geleefd in een corona-omgeving... als 60-plussers met een dikke buik en longklachten en een vrouw die kwetsbaar is. Dat hebben we allemaal gedaan. Dus het fantastische is hier dat gewoon in die hele grote groep mensen... ongeveer niemand de lef heeft gehad om op te staan en te zeggen van... wat zijn wij in godsnaam aan het doen met elkaar? Wat is dit? Ja, en het is in ieder geval politiek. Waar het net over consensus en die durf. Dat je zelfs in je eigen beroepsgroep... dat je al bang bent, dat is natuurlijk het punt. Je bent natuurlijk bang dat je eruit ligt. Dat is met die coronaverhaal, dat houdt ontzettend... een heleboel beroepsgroepen, andere beroepsgroepen ook... houdt daar tegen... Er is geen debat. Dit is wel de collectieve gijzeling waar we natuurlijk in zitten. Nee, we hebben ons laten ze gijzelen. Ja. Ze worden helemaal niet gegijzeld. Ja. Het is het Stockholm-syndroom. Je laat je gijzelen. In alle beroepsgroepen. Je gijzelt ook jezelf. Dus dat is het, je laat je gijzelen. Je wordt niet gegijzeld. Er is niemand die tegen jou zegt, je mag het niet. Nee, er is niemand die zegt, je mag niks zeggen. Want vrijheid van meningsuiting al. Heel belangrijk, hè? Nee, we moeten over praten. Maar je moet wel zeggen wat wij vinden. En je moet niet zeggen, dat is het punt, dat is het verneukeratief, hè? Je moet overal kunnen praten. Open debat. Hè? Belangrijk. Maar als je maar iets durft te zeggen wat wij niet vinden... Dan raken we weer wat ik zo even dat taboe noemde. Hè? Dus dat je merkt dat daar bijna een demonische sfeer omheen hangt. Van, wacht even. Joh, jij deugt echt helemaal niet tekort met je verhaal. Ja, maar het fascineert een heleboel mensen. Weet je, een heleboel mensen werken gewoon niet gedag. Die komen ook in aanraking. Dat vinden we volstrekt normaal. Hè?
alleen in de Ivoren Toren van Onderwijs, kan dat niet. Levensgevaarlijk. Ja, nou, even voor de helderheid natuurlijk. Basisonderwijs en middelbaar onderwijs is natuurlijk gewoon van start gegaan. Maar we zien hoger onderwijs ligt eigenlijk voor een heel groot deel plat. En met, nogmaals, mijn punt is veel meer dat we gewoon in dat hele onderwijs, het is allemaal hoogopgeleide mensen die lesgeven, docenten, dat zijn gewoon, die worden niet van de straat geplukt. Je moet nogal wel moeite om docent te worden in de universiteit. En uitzonderingen daar gelaten, in misschien een particuliere sfeer, dat ze heel veel zeggen, maar opstaan en op de radio en tv wat gaan zeggen, weet je wel, helemaal niemand. Dat geeft ook te denken voor het intellectuele klimaat in het onderwijs had, of niet? Dat je gewoon niet meer durft te zeggen wat je vindt. Nee, absoluut. Absoluut. Wel vrij treurig, of niet? Het universiteiten, de docenten durven niet te zeggen wat ze vinden. Nou, Ad, dan zijn we ver gezonken, of niet? Nee, zeker. Maar ik denk dat ook wel een rond corona op allerlei terreinen zichtbaar is geworden. Ik bedoel, het geldt voor de medische wetenschap. Ongelooflijk. Dat corona heeft dingen zo blootgelegd, man. Absoluut. Echt niet normaal. Absoluut. Maar mijn punt is ook een beetje, kijk, voor sommige mensen, ja, als jij gewoon een baantje achter de kassa hebt en heb je al moeite om je over water te houden. Dat is leuk als die mensen meedoen. Dat wordt gewaardeerd. Maar er zijn beroepsgroepen, daar verwacht je het van. Hè? Onderwijsdocenten, die hebben in mijn beleving toch iets hogere verantwoordelijkheid. Politici, die hebben nog veel groter van. Ja. En maar wegduiken, en maar wegkijken, en maar de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ergens, want dat is allemaal cover your ass. We hadden het net over het Outbreak Management Team. Jaap en Marion zeggen het. Dan moet het maar. Je kunt toch ook zeggen van, als politieke partij, wij accepteren gewoon een paar dingen die tegengaan om een hele wandeling door te laten gaan. Nee, dat doen we allemaal niet. Jaap en Marion, die zijn de baas van Nederland geworden. Nou ja, onderschat ook niet. En ik heb dat zelf in een andere context ook al naar voren gebracht. Ik stond er zelf van te kijken, ook bij mezelf, van hoe gemakkelijk het eigenlijk wordt om dat onderwijs digitaal te doen voor mij. Snap je? Wij hebben zelf gezorgd binnen onze groep dat onze studenten toch ook fysiek onderwijs krijgen. Dat moet natuurlijk op vrijwillige basis enzovoort allemaal. Maar je ziet van het gemak waarmee je gewoon lekker achter zo'n computer en je hoeft niet meer voor zo'n hele groep te staan. Ik merk het zelfs bij mezelf. Ik denk van, goh, ja, dat is eigenlijk wel heel makkelijk. Maar dat klopt helemaal. Dan heb ik het niet. Want ik heb van heel veel studenten gehoord van, we willen gewoon weer fysiek onderwijs. We willen gewoon weer bij elkaar komen. Nee, maar wat denk je, wat er nou over de economie gesproken en corona? Dat corona-verhaal heeft ook een aantal dingen wel duidelijk gemaakt. Je hoeft niet altijd bij elkaar op kantoor te zitten. Nee. Dat hoeft niet. Dus in termen van dat heeft ook allemaal economische consequenties natuurlijk. Hè? Down the road. Er gaat een enorme kantorenleegstand ontstaan, bijvoorbeeld. Maar dat is ook die gedragsverandering, nee. Nee, maar dat bedoel ik. Ja. Maar dat betekent ook dat een heleboel bedrijven, absoluut, dan kom je weer op die financiële sfeer terecht. Dat betekent ook dat er faillissementen gaan komen. Hè? Want als zelf een kantorenleegstand gaat. Dus de overheid kan wel geld zat hebben. Die kunnen gewoon lenen wat ze willen. Maar de financiers van die gebouwen en de eigenaren van die gebouwen, dat is een heel ander verhaal. Dus zo gaan natuurlijk wel dingen gebeuren in die economie. En wat er gaat gebeuren is misschien op lange termijn wel positief. Dat kunnen over mening verschillen. Maar korte termijn niet hoor. In de financiële sfeer. Dus probleem in de financiële sfeer. Aanpassing. In de financiële sfeer is dit een fijn minnetje. Weet je wel? In de financiële sector die toch al niet zo sterk is. Je krijgt ook een soort versnelling. Hè? Maar we waarschuwden natuurlijk al langer voor robotisering en AI. Terwijl wat je nu ziet is natuurlijk dat de katalysator erop is gezet. Ja. En wat men al vreesde zal toch voor een deel ook bewaarheid worden. Met inderdaad ook al die consequenties. Ja, hè? Wat moet je met een kantoorpand? Ja, met niet, met liften waarin je met consequenties, met negatieve economische consequenties. Met negatieve consequenties. Dus dat herstel, je begon deze sessie met het herstelverhaal. Nou, al dit soort dingen, op korte termijn is het al niet zo best. Maar dit soort ontwikkelingen op lange termijn belooft ook niet heel veel goeds met de consequenties voor het vertrouwen van het publiek, de werkgelegenheid, het vertrouwen van je houdt eigenlijk nu nog het oude stelsel, hou je intact, terwijl is weer een gedragsverandering optreedt. Want heel veel mensen zeggen ook, god, is eigenlijk ook wel prettig om niet continu naar de kantoor te moeten. Hebben ze ook best nog wel een punt ook, en niet lang in de file te staan. Maar die verandering die optreedt, die heeft natuurlijk een enorme negatieve weerslag op die bestaande economische bedrijvigheid. Dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren. Maar dat wordt echt tegengegaan door die monetaire autoriteiten en de overheid, die dat allemaal toch in stand proberen te houden. Want de huizenprijzen, die gaan waarschijnlijk wel wat omlaag. Nou,
Wat gaat er dan gebeuren, Ad? Ik wil geld hebben. Hè? Want ik kan het niet zo zijn dat mijn huis in waarde daalt. Dus dan gaan we de huizenbezitters gaan we weer helpen. Dat gaat gebeuren, hè? Dat zit er wel dik in. Hè? We gaan de huizenbezitters gaan lopen huilen. Begrijpen we allemaal. Dat moeten we niet willen met elkaar. Dat de huizenprijzen dalen, dat je domme dingen... Dat gaan we je omsteunen. Dus dat heb ik 2008 ook gedaan. Nou, de neiging om overal te gaan sproeien... Die is wel heel groot, ja. Maar wie gaat er tegen de huizenbezitter zeggen... Ja. Jullie hadden gewoon geen huis moeten, duur uit. Nee, dat gaan we niet. Dus weet je wel, dat aanpassingsproces wat moet leiden tot betere tijden... Hè, dat wordt, hè, dus de tijden zijn al wat somberder. Er zijn ontwikkelingen zichtbaar die nog wat somberder maken. En het aanpassingsproces gaat vertraagd worden. Ja. Door het feit dat we niet kunnen zien dat Ad Verbrugge een te duur huis heeft gekocht en zijn pijn moet leiden. Ja, dus dat hele beleid gaat het ook nog vertragen. Ja, gaat die aanpassing vertragen. Waardoor de schade groter wordt. Het is bijna het beeld van een lichaam. We financieren onszelf eigenlijk het gebrek aan vitaliteit. Ja, maar dat is het punt dat, weet je wel. Als jij gewoon, ik heb toevallig deze week een verhaal over Japan gelezen. Daar kunnen bedrijven ongelimiteerd geld krijgen van de centrale bank. Sterker, ze krijgen een heel klein beetje rente als ze geld lenen. Ja. Tiende. Ja. Dus in Japan gaan geen bedrijven meer failliet. Dat kan ik je nou vertellen. Dat kan niet meer. Want je kunt gewoon geld lenen. Je kunt geld krijgen. Er gaat niemand meer failliet. Nou. Ja, maar daarmee is het aanpassingsproces ook... Helemaal, dat stagneert helemaal. Dus het hele verhaal van weer iets nieuws bedenken, weer op gang komen. Dat is er, die economie zakt gewoon het moeras in. Je stagneert eigenlijk. Je financiert stagnatie. Calcifieren het woord. Dus, dat is wat er gebeurt. Allemaal met de beste bedoelingen. Werkgelegenheid in stand houden, geen pijn nemen. Maar het resultaat is maatschappelijk dat alles vertraagt. Er komt niks meer op gang. Niemand bedenkt meer iets. Er komen geen mensen vrij, want die blijven ook allemaal betaald. Want het gratis geld is er gewoon. Dat moet je toch in de gaten hebben als centrale bankier, dat je dat aan het doen bent. Dat je denkt dat je de economie helpt. Maar dat is niet zo. Nee, ik heb nog een aardige vergelijking. Maar een afronde, Kees. Maar pak hem even. Dat is wel heel goed, al zeg ik het zelf. Als Ad Verbrugge is dat seizoen in Leiden en krijgt een hartaanval. Defibrillator. Daarmee houden ze hem aan de praat. Hij gaat naar het ziekenhuis. En dan zeggen ze, Ad... Ja. Anders eten, anders bewegen. Want het gaat niet voor niks. Je hebt niet voor niks een hartaanval. Dus die defibrillator is even om jouw pijl. Levensstijl veranderen. Wat doen we nou in de economie? Nee, dus de economie gaat de tank in. We gaan steunen. Ja, moet je ook doen. Daarna, daar ben ik ook helemaal voor. Hè? Ja. En dat hebben we dan gedaan in 2008, 2009. En toen zijn we blijven steunen. Hè, dat is vergelijkbaar met het fenomeen dat jij in het ziekenhuis ligt. En aan die defibrillator blijft liggen. Dus we hebben niet gezegd in 2008, 2009... Jongens, we hebben met elkaar domme dingen. Nou, dat zijn nu de pacemakers. Daar gaan we van leren, weet je wel. Nee, we hebben niks geleerd. Het moet allemaal blijven bestaan. We gaan ervoor zorgen dat het doorgaat. Ja, dat defibrillator effect. Dat is even bij de les komen. En dan moet je je gedrag aanpassen. Moet je iets anders gaan doen. En dat had in 2008, 2009 ook moeten gebeuren. We hadden gewoon domme dingen gedaan. Dat gaan we van leren. Aan de praat houden. En het wordt groter en groter en gekker en gekker. En here we are. Corona maakt, daar zet ons schepje bovenop. Ja, we zijn die fuik ingezwommen. Ja. Nou, we gaan over een maandje nog eens kijken of we wel één stap verder zijn, Kees. Ja, we zijn zeker een stap verder, maar ik denk geen goede stap. Maar je denkt niet dat komt ook, weet je, die overheid. En dat is het fascinerende. Ja. Die zet de brandkraan open, hè, met dat corona-verhaal, die besmettingen, iedereen nerveus. En dan ga je dweilen. Hè, met een duizend dingen doekje. Dan ga je zeggen, we geven de nauwregeling en je hoeft niet te betalen. De linkerhand zegt maximale paniek en de rechterhand zegt we gaan je helpen. Ja, dat heeft geen zin natuurlijk. Toch? Stop met paniek maken of stop met helpen. Bij elkaar heeft geen zin. Je wekt in dat je heel goed bezig bent, maar opgeteld schiet het niet op. Opgeteld wordt het probleem groter. Maar dat verhaal over die besmettingen en code blauw en weet je, let op hier. Zolang dat... ook maar zo'n themaatje blijft, gaat er geen enkel herstel optreden. Sowieso niet. Ja, nou ja, maar goed, we raken hier weer aan het punt, maar dat gaan we niet terughalen. Dat natuurlijk mondiaal hier in deze stuip zit. Hè, en dat Nederland alleen er ook moeilijk uit kan breken. Maar dat is het hele punt. Ja, hè. We hadden het net over reputatierisico. Maar dit is groupthink, hè? Absoluut. Ik doe het, want en Macron en mevrouw Merkel doen het ook. Het bekende fenomeen in de financiële wereld is niet erg als je fout zit. Helemaal niet erg als je maar met z'n allen fout zit.
Ja, ja. Dan heeft niemand het gedaan. Heeft niemand het gedaan. Het was echt erg. Hè? Als Zweden. Zweden, die hebben als het enige een duidelijk andere koers gekozen. Nou, als die fouten, als die nou meer dood, dan zou, dan hadden ze dan had het allemaal geweest. Want dan had iedereen kunnen zeggen, kijk, jullie hebben, dus we hebben het altijd al gezegd. Ook dat is leiderschap. Ja. Leiderschap is niet doen wat iedereen doet. Nee. Want dan kunnen we ook een meisje van 16 aannemen. En zeggen, schat, kijk even, wat ga ik even, dat doe jij ook. He, dus wij doen nou wat iedereen doet. Dat noemen we leiderschap. Ja, en dan kunnen we over een jaar zeggen met de wijsheid van nu. He? Ja, maar dat mag maken. Kijk, als jij doet wat iedereen, doet, ben je nooit aan spreekbaar. Ja, dan kon je toen, iedereen deed het toen. Nou, dus, ja, precies. Terwijl je moet zeggen, waarom heb je dat ook gedaan? Ja, dat is wat Heidegger in zijn ontzettend zo mooi das man noemt. Hè? Dus dat is alles en iedereen en keiner. Men draagt geen verantwoordelijkheid. Nee, maar iedereen is het afgelopen jaar is iedereen bezig verantwoordelijkheid verschuiven. Ja, maar dat is wat men naar doet. Naar het management team, Outbreak. En die kijken weer naar Rutte. Rutte kijkt naar Merkel en die kijken weer naar de Amerikanen. Iedereen kijkt naar elkaar als excuus van zelf, over hoogopgeleid gesproken. Zelf nadenken kunnen we niet meer. We kunnen alleen lezen wat anderen doen. Ja. Dat kan ik ook. Dat kan ik mij eens van 16. Nou ja, één ding is duidelijk, Kees. En ik ga je nu de mond snoeren. Je wordt gecensureerd hier. Keiharde censuur. Nee, je komt snel weer terug. Maar jij durft in ieder geval nog je mond open te doen, Kees. Ja, dus, kijk, dat durft iedereen. In klein gezelschap. Ik weet zeker dat die docenten die jij kent, die durft ook te zeggen. Alleen niet tegen hun collega's. Ja. En dat is ook het pijnlijke. Nou, laten we in ieder geval hopen dat echt het inhoudelijke gesprek dat er toch een keer op gang gaat komen. Maar misschien moeten we eerst nog een beetje meer pijn hebben. Dat zou zomaar kunnen. Ja, maar je kent de metafoor van de kikker, hè? Ja. Als je een kikker in een koud water doet, en daar ben jij bang voor. Ja, je verwarmt hem. Ja. Het is geen schok meer, hè? Het is nou ook meer van hetzelfde. Het wordt allemaal langzaam maar zeker wat erger. Ja. Ja, nee, water. Maar ondertussen is het water warmer aan het worden. Ja. En warmer. Ja, ja. Oké, dankjewel, Kees. Graag gedaan, Ad.